Een 21-jarige stadjer moet 10 maanden de cel in en raakt voor 5 jaar zijn rijbewijs kwijt. De man veroorzaakte in februari op de A7 bij Scheemda een verkeersongeval, waardoor een 16-jarig meisje uit Veendam omkwam. Twee andere meisjes raakten zwaar gewond. De rechter oordeelde dat de stadjer roekeloos had gereden. Daardoor raakte de Groninger de macht over het stuur kwijt en vloog hij van de weg. Forum Images aan het Herenplein is vandaag weer opengegaan voor het publiek. Forum Images was zondag dicht vanwege water- en stankoverlast. Door de regen en een niet functionerende pomp kwam het water uit de toiletten omhoog. Het medialab van Forum Images werd het ergst getroffen. Volgens een woordvoerder van het Forum is de schade niet heel groot. Mensen die kaarten hadden voor voorstellingen op zondag kunnen die omruilen. Er is zaterdagmiddag opnieuw een trein ontspoord op het hoofdstation in Groningen. Bij het ongeval zijn geen mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 3:00 middags aan de zuidkant van het station waar de treinen rangeren. Een trein van Arriva liep uit de rails op ongeveer dezelfde locatie waar begin deze maand ook een trein ontspoorde. Omdat de trein aan het rangeren was, zaten er geen reizigers in. De machinist bleef ongedeerd, maar is wel erg geschrokken. Gas Terra Flames heeft voor het komende basketbalseizoen inmiddels 1300 seizoenskaarten verkocht. Op 13 augustus start Flames met de trainingen. Op 28 augustus op Bommenberend wordt er geoefend tegen de Belgische club RBC Verviers. De open dag wordt een maand later gehouden, op 29 september.